Thank you very much, David. You're the best. Gamepit Nieuws en wij gaan beginnen met een hele grote special die gaat komen. Namelijk Smash Bros. Op de 3DS en de Wii U. Nieuws. Laten we maar beginnen. Weet je wat, laten we eventjes een kijkje gaan nemen naar de stages. De 3DS stages. 3DS? 3DS. Oké. Nou, voor de 3DS zijn de volgende geconfirmed. We hebben hier een lijstje bij onze Gregory. Nou. Reset Bomb Forest, Kid Icarus, Mario 3D Land, van Mario 3D Land natuurlijk, Gerudo Valley, Spirits Train, Arena Ferox, Fire Emblem, Tortimer Island, Animal Crossing, Living Room, Nintendogs, Frozen Tower, Pokémon X en Y, Rainbow Road, Mario Kart 7, Find Me, 3DS, Me in Misere, Balloon Fight en Jungle Japes. Even grappig feintje over Jungle Japes. Jungle Japes is eigenlijk een oude melee stage die dus terug aan het komen is. Vind ik wel even leuk om dat even te melden. Maar welke zou jij nou eigenlijk het interessantste vinden? Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind Gerudo Valley. Daar heb ik foto's van gezien dat met Winnova gaat waarschijnlijk. Dat ze daar iets mee willen gaan doen. Maar ik vind het zo jammer dat die op de 3DS komt en niet op de Wii U. Want ik zou die zo graag in high definition willen zien. Omdat Ocarina of Time is een van mijn favoriete spellen van The Legend of Zelda. Spirit Tracks mag op 3DS blijven. Waar zit jij naar uit te kijken? Nou, ik kijk vooral uit naar Prison Tower, oftewel Lumiose City. Oh, oké, de Eiffeltoren. Ja. Prison Tower. Eiffeltoren. Gym. Pokémon Gym. Pokémon Gym, Eiffeltoren, Frankrijk. Okay. Goed, natuurlijk zijn er ook een heleboel stages die uit kan komen op de Wii U. En die mag ik lekker voor gelezen, dus ik jat heel eventjes het lijstje. Oké, dus dit staat nog wel een beetje door elkaar heen. Natuurlijk hebben we dus Mario Galaxy, Pyrosphere van Metroid, Pilot Wings van, Resort Wings. Skyloft, yay, naar de Skyloft! Komt dadelijk op. Windy Hills van Sonic, Town and City van Animal Crossing, Boxing Ring van Punch-Out, Garden of Hope van Pikmin, Wii Fit Studio, wat? Dadelijk op. Huh? Palutas. Palutinas. Temple. Natuurlijk van Kid Icarus. Helbert. Dat is een raid stage. Die is weer teruggekomen van Brawl. En natuurlijk de Dr. Wily stage. Met de nieuwkomende Mega-Man, zoals wij dat allemaal weten. Wat hebben we daarover te melden? Nou, sowieso. Mario Galaxy. Zoals we dus in de intro. Ik laat dat nou heel eventjes zien. Mario Galaxy. De muziek die erbij was. Wow. Nou, ik denk vooral dat een van de interessantste stages gaat worden Pyrosphere. Onder andere om het me ook te denken aan een oude game van die ook op de 3DS is uitgekomen. Ook gepubliceerd door Retro Studios, zoals namelijk Dead or Alive Dimensions. Daarin had je een speciale Metroid stage waarin Ridley ook tevoorschijn kwam. En die greep je dan vast als je naar de eindkant werd geslagen en dan smit je tegen de zijkant aan en dan blaast hij met vuur in je gezicht en dan hoorde jij je terug. Dat was je dus, ja, dat is het. Inderdaad heel erg spannend wat daar dus mee gaat gebeuren. Zelf wil ik ook nog heel even Skyloft benadrukken, omdat ik zo blij ben dat ze toch Skyward Sword in de nieuwe Smash versie hebben gegooid.
voor de Wii U. Want sowieso was Wii een heel mooi spel. Ja, Skyward Sword was een heel erg mooi spel, maar om dat in high definition te kunnen zien. Gewoon Skyloft, wauw. En weer die muziek, laten we ook even daar naar de muziek. Die was een beetje vrijgegeven. Het is niet zeker of het officiële muziek is, maar laten we maar heel even luisteren. Echt, ik hou van die muziek. Die muziek die is gewoon geweldig. En ja, degene die ik ook heel erg opmerkelijk vind, natuurlijk Garden of Hope en Boxing Ring. Natuurlijk wordt dat ook heel erg interessant, maar ja, serieus. Waarom? Lieve studio. Why? Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als wat we in Brawl hadden toen met die Pictochat. Ja, Pictochat. Ja, Pictochat was dat toen. Dus dat zijn eigenlijk de stages die op het moment dus geconfirmed zijn. Er zullen nog veel meer stages terugkomen uit de oudere spellen. Dat is gezegd in de direct, dus laten we hopen tot dat tot er heel veel boeien. Welke stages zou je eigenlijk willen zien ermee leven? Voor mij maar dan vooral... Of Brawl natuurlijk. Ja, vooral... Pokémon Arena. Gewoon Pokémon Arena weer terug hebben. Ja, Pokémon Stadium. Ja, één of twee. Maakt mij niet uit, als allebei de rest, dan ben ik blij. Eén is ook al genoeg. Ja, ik natuurlijk zou best wel weer die Hyrule Temple terug willen van Melee. Ondanks dat hij al in twee spellen is geweest, lijkt hij. Nou, we zijn hem vergeten. Pokémon League. Pokémon League? Ah, nee, wacht, op Wii U. Pokémon League. Dat is voor Wii U? Ja, Wii U. Oké, okay, nou, blijkbaar zit Pokémon League er dus ook in. Doe je huiswerk eens een keer goed. Nou. Dus, nou, dat zijn in ieder geval de stages. Dus op naar de volgende topic! Stages hebben gepraat, is het natuurlijk ook bekend dat er dus bossen voorkomen. Zoals de Yellow Devil zeker tevoorschijn gaat komen in de Wii U versie bij de Mega Man stage. Zoals we hebben gezien is het dus de bedoeling dat je dus de Yellow Devil aanvalt en degene die de laatste klap uitdeelt wordt niet geïnfecteerd of geïnfecteerd of wat dan ook door die explosie die dan tevoorschijn komt. En dat zorgt eigenlijk best wel voor de strategie die vrij is gegeven. En er is nog een Mystery Boss ook vrijgegeven. Het woord hebben jou. Nou, dat is namelijk Ridley, waar ik het net ook al over had, met de Total Life Stage. Dus ja, en de Pyro-speel lijkt eigenlijk ongeveer precies op de stage uit Total Life. Dus het vraag me echt af wat ze daarmee gaan doen. Nou, ik vraag me eigenlijk af inderdaad of het Ridley is, want je ziet alleen maar een schaduw. Ja, maar het kan... Is het niet wat ze willen? Wat kan het anders zijn? Het lijkt op een draag. Daar is het een afgekeurde Pokémon. Dat zou eigenlijk, nou, ga ervan uit dat het Ridley was, want het was op een Metroid stage, dus... Ja, verder denk ik dat onder andere de 3DS versie van Kirby Valley ook onder andere kan zijn dat Vindrova een bos wordt. Al moeten we wel zeggen dat er natuurlijk nog niks over de 3DS geconfirmed is, dat er ook bossen in gaan komen. Vergeet niet, de 3DS die heeft natuurlijk minder capaciteit als de Wii U, dus... Maar daar komen we later nog eventjes ook verder over terug. Volgende topic! Items! Oh my god, hier zit ik op te wachten! Smart Bomb! Er zijn heel veel items, ja ik pak hem er heel eventjes bij. Er zijn heel veel items zeg maar die dus uit de oude doos komen, zoals bijvoorbeeld de Beamsword. Hij ziet er anders uit, maar ik denk dat het precies hetzelfde doet als de Beamsword die we eerder hadden. De Bumper die komt terug, je weet wel dat leuke irritante ding waar je keihard hard van wegstuit dit. De Smart Bomb die komt terug. We hebben de Motion Sensor Bomb die terugkomt en we hebben zelfs een uit de hele oude doos, de Power Block. Zelfs die. Heel veel mensen dachten dat het een nieuwe item was. Nee, die zat oorspronkelijk al in de 64 versie van Super Smash. Dan gaan we nu over de nieuwe items hebben. Ja, geen probleem. Ja, maar ik ben zo retro. Ik hou van oude. Van Skyward Sword hebben ze onder andere de Beedle toegevoegd. De Beedle is eigenlijk vrij simpel. Het vliegt naar je tegenstanders toe en het doet damage. Dat is niet echt heel erg veel meer. Zoals dat bij mij geweest. Firebar hebben ze nu toegevoegd. Een portable firebar op een stukje. Ik denk dat het een beetje hetzelfde effect is als een zwaard, alleen van vuur schade doen. Ja, maar alleen. Hij wordt ook kleiner. Hè? Ja, daarom. Je ziet in de trailer dat hij wel kleiner wordt. Dus misschien is er ook een keer schiet. Ik weet het niet. Ja. Dus, dan heb je ook de backshield van Kid Icarus Uprising. Die zorgt er dus voor dat op het moment dat je iemand lekker helemaal in elkaar gaat slaan met een iemand probeert van achteraan te vallen, dat je daar geen schade van krijgt en dat je dus zeg maar een shield op je rug hebt. Je hebt ook, hebben ze nou toegevoegd, de Bomb Tube. Want we denken dat het waarschijnlijk de vervanger gaat worden van de Bob-Omb. Ja, de Bob-Omb. Niet Bob-Omb. 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 Bob-Omb.
Nou, op zich, het zou een vervanger kunnen zijn. Dit is natuurlijk niet zeker, want Bomchu doet die schiet in één keer naar voren toe. Net zoals dat een Bomchu doet in The Legend of Zelda. En ik vind het eigenlijk best wel een hele leuke item. Nou hebben ze dus ook een Fairy Bottle neergegooid. En ik denk dat dat een vervanger wordt van de Heart Container. Want het is een healing item, dat zeker. Maar of het een vervanger is, dat weten we dus nog niet. Ja, ze hebben uit Kid Icarus, een prijzing hebben ze een wapen teruggevoegd, de Morgue Club. En die is eigenlijk heel nice, want je kan gewoon daarmee een freaking tornado tevoorschijn toveren. Uit een stenen hamer club. En wat ook een hele leuke toevoeging is, als je een liefhebber bent van de Smart Bomb, dan ga je de volgende bom ook leuk vinden. Want het is ook een explosieve kracht, namelijk de X-Bomb. De X-Bomb die vuurt stralen af in twee verschillende, in twee verschillende richtingen. Kan zowel horizontaal als verticaal zijn. Dus je kunt zeg maar echt een kruis of een plus hebben, dat verschilt. En werkt eigenlijk bijna een beetje hetzelfde als een Smart Bomb, maar dan in een rechte lijn in plaats van als een cirkel. Ja, verder hebben ze ook nog een nieuw item. Ja, dus een groot item. De Hokuteen Bomb. Wat waarschijnlijk de oude smash was van Olimar. Dus... Dat lijkt hij wel op. Ja, het doet eigenlijk volgens mij hetzelfde als de oude smash van Olimar. Maar iedereen kan hem niet gebruiken. Mm-hmm. En ze hebben ook nog eens een keer de Rocket Belt toegevoegd. Waardoor dat je blijkbaar kan vliegen door een stage heen. Dus dan zal het wel lastig zijn om van een stage af te vallen. En ze hebben van Steel Driver gewoon een geweer gemaakt. Nou, ik moet wel zeggen... Als je lekker torpedo's afschieten, dan heb je eigen luibak. Ik denk dat het een beetje op de aanval lijkt van Snake. Dat kan best wel zo worden. Ja, dus... Maar over karakters komen natuurlijk... Over karakters komen dadelijk op een andere topic. Dus daar gaan we dadelijk nog natuurlijk over verder. Maar ik zit zeker, die Smart Bomb die lijkt me leuk. En natuurlijk, de smashbal die zit erin. Maak jullie geen zorgen. Er zijn super smashes geconfirmed. Dus de smashbal die zit er zeker in. Oké, gaan we door naar de volgende topic. Assist trophies. Dus doe jij deze maar de bekende. Nou. Degene die dus. Deze zijn geconfirmed door Nintendo en ze zitten zeker in de nieuwe Smash. Dus we beginnen eerst eventjes van het oudere spel. En Dross komt terug, wat natuurlijk ook geen raadsel is, want het is namelijk Andros van Brawl, die jullie nog even... Voor de mensen die niet weten wie dat ook alweer was, je ziet hem achter ons, dus... Ja. Verder hebben ze de Devil weer terug toegevoegd. Van welke game was hij ook alweer precies? De Devil? Volgens mij was dat gewoon een uitvinding van Smash zelf. Volgens mij kwam hij in Melee voor het eerst vol. Nou, Knuckle Joe is terug uit Kirby. Oh, dat kleine ventje wat altijd... Irritante kleine ding, ja. Saki Amiya kwam van onder andere terug van de oude Fighters. Oh, die ja. Die was uit de game die eigenlijk alleen oorspronkelijk in Japan uit was gekomen. De exacte naam weet ik niet, dus die zet ik hier zet ik die neer. Ergens komt die. Dus ja. En die is eigenlijk gewoon alleen maar altijd in Japan gebleven. En ik vind het gewoon heel leuk dat ze gewoon. Een assist trophy heb ik toegevoegd van een spel dat eigenlijk nooit in Europa en Amerika is uitgekomen. Dat waren we allemaal van de retro's? Nee, want je hebt ook nog Lin uit Fire Emblem. De Fire Emblem uit 2001 komt ze uit. Dan heb je verder nog de goede oude. Dat was toch degene die stil stond en één knalde? Ja, die staat stil zo. Ah ja, dat is best wel grappig. Wie raakt die? En dan heb je nog mijn favoriet van altijd, Nintendo. Zien jullie krijgen hier nog? Zien jullie hem nog? Oh, ik vond dat zo'n irritant beest. Dan zit je elke keer, ga de kant, hond! En Waluigi is natuurlijk ook aangekondigd. En op Miiverse heeft hij ook gestaan dat hij door dat hij in nieuwe Smash Bros. Zit, maar niet als een fighter. Dus daar komen we nog later van de fighters. Dus, maar je zeker wel weer terug als een assist erop met zijn tennisracket. Dus, en Dr. Wright zit er natuurlijk weer, die weer een toven. Die weer gewoon een gebouwtje uit het niets tovert. Ja, dat hij een keertje dat voor ons doet. Dan heb je tenminste een hele grote studio. Kan ik hem bellen? 0786128902. Geen actueel nummer, probeer het niet te bellen, want we zijn weer zeer teleurgesteld aan jullie. Goed. Hebben we nu, is het daar waar? Ja. Ja, oké, want even kijken hoor. Dan gaan we eens heel eventjes kijken. Verder dan zijn er nieuwe toevoegingen. Deze zijn ook geconfirmed door Nintendo, de Skull Kid. De Skull Kid die doet drugs met beeld ofzo, ik weet niet. Het hele beeld wordt vervaagd, kan ons te boven keren, zover dat we hebben gezien.
in de direct van de laatste direct die is geweest. Dan hebben we ook Motherbrain. Motherbrain die doet eigenlijk een beetje uit Super Metroid zijn sterke final aanval. Die laser, die mind laser toch wel was volgens mij. Ook. Ja. Midna die komt ook tevoorschijn en die gaat gewoon vechten met dat vlammende ding uit haar hoofd. Dat handje. Met haar paardenstaart. Ja, met een paardenhandstaart die jou door de mensen zit. Maar goed, die vecht daar dus mee. Dan hebben we ook Ashley van Wario Smooth Moves, of geloof ik dat hij. Ja, die komt in meerdere WarioWare's voor. Ja. En die komt met een paarse wolk die. Geen idee wat hij gaat doen. Dus dat is nog altijd wel leuk, want sommige dingen niet weten wat er gaat gebeuren. Dark Samus die komt ook en die gaat dus projectielen schieten en ook een paar grondaanvallen had ze erbij zitten geloof ik. Dus zeker spannend wat die allemaal aan die kan doen. En het werd een keer tijd, Chainchomp. Chainchomp die komt eindelijk tevoorschijn als een assist-trofie die dus zijn eigen ding gewoon doet ergens staan. En irritant. Om ja, een beetje irritant wezen. Dan hebben we ook Isabel, die komt van Animal Crossing. Die geeft healing items, maar volgens mij kan die ook nog een schade inschrijven. Tenminste, zoals we in de direct hebben gezien. Ja, ze geeft vooral fruit. Ja, heel veel fruit. En ik vind het wel leuk dat het ook echt zo de happy karakter van Animal Crossing is. Dan hebben we natuurlijk ook Electman van de Mega Man series. Nou, ja, natuurlijk gaat hij schieten met zijn elektrische aanvallen. En die gaat dus de andere spelers het leven behoorlijk zuur maken. En dit is eigenlijk een van mijn favorieten. Ik wil hem nu op het groene scherm hebben. Animator Voice Crack daar. Laat het zien. Gewoon dat je dus... Pom. Gewoon pom. Gewoon op die counters die er dan bij zitten. Hij heet Call of TV Game 15. Maar het is gewoon pom. Je kunt heel veel zeggen, maar het is gewoon pom. Nou, en natuurlijk kunnen jullie allemaal het belangrijkste weten van de items. Nou dat we dus de assist erover hebben gehad. Wat zijn de Pokémon? Pokéballen. Nou, aangezien dat we dus op de Pokébal zitten te wachten, er is daar een kleine wijziging in gemaakt. Namelijk... Pokéballs en Masterballs. Het verschil tussen de Pokéball en de Masterball is als volgt. Je hebt dus legendarische Pokémon die uit de Pokéball kunnen komen, maar dat zijn dan niet de Pokéballs meer, maar de Masterballs. Dus laten we gewoon even beginnen met de gewone Pokémon. Sommige zijn uit de vorige spellen natuurlijk. En sommige die zijn natuurlijk weer nieuw toegevoegd. Dus laten we beginnen bij de Pokéballs en dan gaan we over naar de Legendaries. Dus begin maar. Nou, de eerste Pokémon die we hebben, die eigenlijk is echt aangekondigd, was die Denne. Die jullie ook allemaal kennen uit Pokémon X en Y. Nee, dat is niet Pikachu, dat is het rare broertje of zusje van Pikachu. Het gaat over Pokémon. Oftewel Fairy type wordt. Dat maakt mij niks uit. En die doet gewoon allemaal, die doet 3 bliksemstraaltjes afschieten en allerlei verschillende kanten op, terwijl ze in het midden springt. En dat doet dus best wel veel damage. Blossom die doet gewoon net zoals in de oude games wat hij deed. Gewoon iedereen in slaap brengen als die in de buurt staat. Chespin die is ook die is nieuw. Die is niet bekend van wat hij gaat doen. Snivy die wordt waarschijnlijk... gaat Snivy de signature move doen. Dat is Leaf Tornado. Is niet bekend. Dus het is en Goldeen is terug. Oh nee. En gaat eens wat Goldeen dit keer doet? Hyper Beam. Nee, grapje, gewoon helemaal niks. Dat zou hilarisch zijn. Ik zou ook daar hebben Goldeen weer, die doet helemaal niks. Wow, I'm a fire in my laser. Dat zou hilarisch zijn. Nee, hij zal gewoon, zei hij, het zal gewoon splash doen. Dus ga verder. Ja. Staryu is er weer terug, die doet Rapid Fire. Ja. Rapid. Haja! Oshawott die gaat waarschijnlijk surf doen zoals vroeger in andere games. Welke Pokémon? Oh, dat was Meryl was dat die dat ja, deed. Ja, die Meryl altijd deed. Die deed altijd, Meryl deed altijd Aqua Jet. Nee, geen Aqua Jet, maar... De surf? Ja, surf gewoon. Van links naar rechts. Hij gaat waarschijnlijk denken, Oshawott gaat daar vooral. Dat don't know. Mijn favoriet Eevee! En wat doet Eevee dan? Die tackelen. Die duwt gewoon zo de tegenstander zo aan de kant op. Nou, Swirlix. En die is gewoon cute! En wat hadden ze hebben toegevoegd? Swirlix. Oftewel, een suikerspin Pokémon. Nou, wat Swirlix gaat doen, is nog onbekend. Een suikerspin wezen. Dat is waarschijnlijk. Metagross is natuurlijk ook weer van de partij. En die doet natuurlijk zoals altijd Earthquake. Oh, nee.
Electro, die is natuurlijk ook weer van de partij en die gaat lekker explosion doen. Ja, die blaast zichzelf altijd op. Die komt altijd even langs. Echt een party crasher, letterlijk even gulen. En Gardevoir die doet het waarschijnlijk hetzelfde als ze altijd eerst heet, en dat is namelijk reflecteren van de aanval. De Pokémon die we dus nu hebben vernoemd op dit punt, er zijn er nog meer, maar deze informatie die hebben we dus zeg maar vanuit de direct gezien, die je dus bij het einde van de direct zie je een heleboel Pokéballs vliegen en daar zie je dus verschillende Pokéballs of Pokémon voorbij komen, dus vandaar dat het vermoedelijk is dat ze erin zitten. We weten niet zeker of ze erin zitten, maar vermoedelijk zitten ze erin aangezien dat ze toch geshowd zijn bij de direct en de trailer. GoGoat! Die dit keer net zo bereid was, die zal je net zo kunnen bereiden als je altijd kon doen bij de Wario Park. Alleen, ik neem aan dat GoGoat niet in stukjes valt op het moment. Nee, die explode kan je niet echt laten exploderen, want die gaat gewoon rondrennen. Over gelukkig maar, want dat zou heel veel Pokémon hebben. Maar of dat GoGoat ook echt bestuurbaar is, dat is nog niet helemaal zeker, maar er zijn wel heel veel aanwijzingen die naartoe leiden dat hij wel gewoon bestuurbaar is van links naar rechts. En misschien heeft hij, dat zou wel een beetje OP zijn als het dezelfde kracht zou hebben als Bons. Nou, Zoroark, die is ook gezien in de begintrailer. En ik denk waarschijnlijk dat Zoroark Night Days gaat doen. Ofwel, die komt in het midden van de stage en die doet een enorme bom van duistere krachten en die gaat aan alle kanten exploderen. Snorlax is terug! En wat is Snorlax? Deze is voor jou, Towler. Snorlax die komt terug en die doet natuurlijk wat hij altijd doet. Uit het pokeballetje verschijnen, springt de lucht in en doet een gigantische body slam in beeld. Verder is ook nog Spoelpa. Oftewel de Pokémon tweede evolutie van Pokémon X en Y. En wat die gaat doen is niet bekend. Dat is verder hebben we Fennekin. Die gaat Ember doen. Een beetje hetzelfde denk ik als Cyndaquil. Ja, precies hetzelfde als Cyndaquil Rattles. Maar het is gewoon een andere Pokémon. Ja. Nieuwe generaties. En Inkay, en aangezien Inkay een Squirt Pokémon is, gaat hij waarschijnlijk hetzelfde doen, denk ik, als een Blooper. In Mario Kart. Bloopers! Oh nee, dat is wel op het einde van de video. Sorry. Nou, dat waren alle Pokéballs. Ja. Nou, dan mag je ook gaan beginnen over de Masterball. Ja, het nadeel is, ik zeg jullie heel erg eerlijk, van de nieuwe generatie Pokémon heb ik heel erg weinig kaas gegeten. En ik zal er allemaal toch wel verkeerd uitspreken. Maar degene die ik weet, dat trek ik in één keer mijn mond over. Schrikt hij is eigenlijk zo, we gaan gewoon lol hebben. Masterball tijd! Tuurlijk. Nou, Arceus is terug en die gaat waarschijnlijk Judgment doen. En het is een aanval die eigenlijk niet de fighters gaan damagen, maar de Pokémon's op de stage. Of het nou alleen maar de Pokémon's uit Pokéballs komen, of ook de fighters, dat is gewoon een goede vraag. En natuurlijk komt ook Entei terug. En Entei die kennen we natuurlijk nog van Melee en die is geconfirmed. En die doet natuurlijk weer zijn Fire Spin Attack, dus daar wil je niet mee in de buurt staan op het moment dat hij zijn vurige woede laat zien op de stage. Palkia die is er ook bij, die gaat natuurlijk de Tank Space... Ik ben er totaal onderschoven van. Ja, trekt hij gewoon een hele scherm om, zoals altijd deed in Speerpeller. Dat soort dingen, dat was bij die stages van welke ik terug wil zien. Speerpeller. Ah, die gaat of Poppik. Even nog meer. Kyogre. Ja, die gaat waarschijnlijk Hyper Beam doen. Shit, sure. Sure doet die Hyper Beam. Laten we maar gewoon zorgen tot hij weer met zijn water gaat spuien. Ik weet niet of water schade gaat doen in dit spel. Dat is natuurlijk weer big question. Maar als hij erin zit, want ja, we hebben hem alleen maar gezien natuurlijk eventjes een fractie van een seconde. Dus als hij erin zit, ik denk dat hij dan hetzelfde als een Brawl zou gaan doen. Dus net zoals Lugia, die zien wij ook eventjes voor een fractie van een seconde. En ik denk dat hij weer Aeroblast gaat doen. Dat hij weer op de achtergrond gaat vliegen en een behoorlijke avatar windvlaag laat zien. Dus wie weet. Ja, en Suicune zit er ook weer in. Doet natuurlijk Ice Beam. Gewoon is niet zeker over Suicune. Dat is natuurlijk, ja, we hebben ze alleen maar gezien eventjes in die trailer. Dus of ze erin zitten... Misschien, dat kunnen we nog niet. Het is nog niet geconfirmed in ieder geval. Ja, sowieso is geconfirmed dat Deoxys terugkomt en die doen nog steeds zelfs nog als een brawl. En ook wel een niet bestuurbare versie van de Aura Storm van Lucario. Ja, dat klopt. Die gaat in één keer naar boven en die doet een Infoos. Nou, Kyurem is er ook weer bij. Die hebben ze toegevoegd en die Glaciate gaat Kyurem gebruiken. En ook Kyurem is zo'n koude Pokémon dat hij ook ijswind afgeeft. Dus als je er dichtbij in de buurt komt, dan bevries je. Nou, dan heb je ook Victini. Ik probeer het gewoon toch, ondanks dat ik hem waarschijnlijk verkeerd heb uitgesproken, maar dat maakt niet uit. Wat hij doet, we zien een ster en
Ja, en aangezien Victini de Victory Pokémon is, kan het zijn dat Victini of de tegen, of degene die Victini heeft opgeroepen gaat healen, of gaat extra kracht geven. Dus dat de aanvallen meer aan damage doen. Of dat hij misschien automatisch een Super Smash aanval kan gebruiken. Dat zou gaaf zijn. Dat zou echt vet zijn. Laten we het hopen, maar ja, het is nog niet bekend. Hij zit erin, maar wat hij doet? Nou, Keldeo die gaat Secret Sword doen. Dus die gaat gewoon over de stage lopen en die gaat gewoon... Woosh. Nou, Xerneas. Die gaat Geomancy doen. Wat Geomancy precies doet is nog niet bekend. Het is precies hetzelfde met Mew. Of die erin zit, dat is nog maar de vraag. Wat Mew gaat doen, die verschijnt. Het was wel goed confirmed, dacht ik, van Mew, dat hij er wel in zou zitten. Ja. Maar wat hij zal doen, dat is onbekend. Misschien dat hij weer cd's gaat droppen. Of er überhaupt cd's in zitten, dat is natuurlijk ook nog niet bekend. Maar hij zit erin. Darkrai, die is er ook weer. En Darkrai gaat Dark Void doen. Wat dus elke fighter op de stage voor een korte tijd in slaap gaat brengen. Wees een sterkere versie van Blossom eigenlijk dus. Ja, maar die raakt dan iedereen op de hele stage. Ja, daarom zeg ik een sterkere versie van. Ja. Latias, die is ook terug. Die is er ook weer terug. Waarschijnlijk. Ik denk dat hij dat ja, doet. Die gaat precies dat doen waarschijnlijk. Aangezien dat had hij ons op Latias is. Oké. Okay. Giratina is ook gestopt in, tijdens de intro trailer. Ja, de trailer van Chevrolet. Daar gaan we nog niet. Gaan we nog niet over beginnen, komt dadelijk. Komt dadelijk. Giratina en die heeft erin staan. En Manoetta, die hebben ze ook alvast aangekondigd. En die gaat aanvallen met muzieknoten. Hoe dat precies is. Zijn muziek zo slecht? Zo goed. Zo slecht, want het doet pijn. Ja, die pijn aan je ogen. Ja, dat is dus slecht. Ik weet het niet. Dus, maar in ieder geval dus een heleboel items die dus zijn gekomen. Dus omdat we daar over de stages hebben gehad en natuurlijk over de items, gaan we natuurlijk ook eventjes hebben over de andere functies. Want ja, alles wat we nu hebben opgenoemd, dat zit al grotendeels in de andere spellen. Dus wat is er nieuw buiten de items? Online functies. Nee, er zijn natuurlijk heel erg veel vragen over hoe dat het online, in dit spel zeg maar, te werken gaat. Maar online wordt natuurlijk wel weer beschikbaar. Het enigste verschil is, ze hebben twee modus toegepast in de online als je met iedereen wil gaan spelen. Je hebt dus For Fun. For Fun, dat wil zeggen dat je dus, dan wordt er een random stage wordt er geselecteerd. Alle items die zullen available zijn. Het kunnen alleen Smash Battles zijn, dus geen Coin Battles of iets. Mocht Coin Battles er überhaupt in zitten, dat is natuurlijk nog altijd maar de vraag. Neem aan van wel, maar het is nog niet zeker. En alleen als je dus zeg maar gewonnen hebt, zal dat opgenomen worden in je Miiverse database? Waar dat precies wordt opgenomen? Dat... Nou, ik denk gewoon dat het op de game wordt opgeslagen. Ja, dat je winst gewoon opgeslagen worden dan. Maar dan heb je ook de For Glory mode. En de For Glory mode, dat zorgt ervoor dat je alleen Final Destination hebt. Geen items en één player versus één player is ook mogelijk. En zowel je winst als losers, zeg maar, worden ook opgeslagen. Wat nou wel heel erg leuk is, is van ja, Final Destination alleen zal natuurlijk heel erg saai worden. Dus wat ze hebben aangepast is, in plaats van dat ze dus alleen maar Final Destination neer hebben gezet, is elke stage beschikbaar als een Final Destination in de For Glory mode. Dus elke stage, maakt niet uit welke, bijvoorbeeld Skyloft of noem maar op, hebben allemaal een platte stage. In Final Destination stijl, maar dan als ja, Skyloft of welk level dat je dan ook speelt. Nou, daar hebben ze dus ook een heel nieuw ranking systeem. Hoe dat ranking systeem werkt, dat ben ik zelf nog niet uit. Het heeft te maken met hoeveel keren dat je gewonnen hebt. Dat je dus beter bent dan zoveel mensen en dat je dan zeg maar zo'n score zou hebben. Tenminste, zoiets hebben ze dat. Ze noemden het, ze hadden daar een heel erg mooie naam voor. Global Smash Power, maar hoe dat precies werkt... Ik denk dat ik er eerst uit moet testen voordat ik daar echt een... iets over kan gaan zeggen, dus voor de 3DS hebben ze dan, laten we eens even naar een andere topic gaan voordat ik zeg wat de volgende topic is. Global Smash Power, dat is de naam zeg maar die voor rankings, hoe dat dan precies gaat werken. Ik denk dat ik er zelf eventjes eerst moet gaan uittesten wanneer dat spel uitkomt. Komen later op wanneer dat uitkomt. Maar ik weet niet precies. Ik denk dat er nog wel wat meer informatie over gegeven mag worden. Want ik denk dat het te maken heeft met het aantal wins. Dat weet ik niet zeker. Bij de 3DS is er dus een adventure mode iets achtig geconfirmed genaamd Smash Run.
Ja, Smash Run, daar gaat onder andere over survival en overleven. Je krijgt allemaal verschillende powers als je vijanden verslaat. Je hebt extra snelheid, extra kracht, extra healen en meer van dat soort dingen. En je kan onder andere hebt heel veel iconische vijanden, zoals onder andere... Nou, onder andere Goomba komt erin, Chandelure komt erin... Stelvos! Die ook, zeker. Sorry. En onder andere komen er ook nog een heleboel meer vijanden allemaal. En hier doen we een kleine mini-trailertje nu even spelen. Nou, dat was meer dan genoeg. En het gaat er eigenlijk gewoon dat je gewoon overleeft. En het einde haalt. Want het bestaat eigenlijk uit heel veel verschillende steentjes eigenlijk. Maar dan eigenlijk als één groot geheel. Sorry, ik vond het beeld even boeiend. Oké. Fighters! En dan gaan we natuurlijk nu naar de topic waar we allemaal op zitten te wachten. Welke vechters zijn bekend? Welke vechters gaan erin zitten? En welke weten we nog niet zeker of we gaan komen of wat er überhaupt gaan komen? We gaan dus eerst naar de vechters toe die geconfirmed zijn door Nintendo. Sowieso bij de vechters hebben we Mario. It's me, ik ben weer terug. Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Donkey Kong, Diddy Kong, Kirby, King Dedede, Link, Zelda, Sheik, Toon Link, Samus, Zelazoot Samus, Pikachu, Lucario, Fox, Pikmin, Pit en Sonic. Die zijn dus zeg maar van de oude lijst geconfirmed. Eventjes voordat we naar de nieuwe karakters toe gaan, een kleine wijziging. Zoals we weten bij Samus en Zelazoot Samus, dat was één en dezelfde karakter. En Zelda en Sheik. Daar wou ik later op komen. Je springt over de topic. We beginnen even met Zelazoot Samus en natuurlijk Samus. Normaal gesproken was het bij Super Smash dat Samus in Zelazoot Samus zou veranderen. Dit gebeurt niet meer zoals je nu ziet achter ons op de trailer. Bij Zelda is het precies hetzelfde. De beneden been move is veranderd door een speciale aanval. En ja, Sheik en... Nou, ik weet precies welke aanval er is namelijk. Daar roept ze namelijk een... Night al. Ja, nee, dat klopt. En bij Sheik heb je tot een bom of iets? Ja, een ninja bom. Ja, sowieso iets met aanval ook. Dus er zijn nieuwe aanvallen en bij Kirby is er een nieuwe smash aanval neergezet. Dus geen koopbot meer voor de liefhebbers van Kirby's Adventures op de Wii. Jullie gaan deze Super Smash leuk vinden. Weet je wat? Laat maar heel eventjes zien. I love it. Ik zal toch niet graag door dat spaard geraakt willen worden, eerlijk gezegd. Ik ook. Maar natuurlijk, welke karakters komen er nieuw in voor? Rosalina is terug, samen met Luna. Dat is eigenlijk een beetje een vervanging van Ice Climbers, als je het mij vraagt. Ja, inderdaad. Aangezien dat Luma apart kan werken zonder Rosalina. Want Rosalina kan Luma dus zeg maar de battlefield insturen en dan zelf nog moves doen en alles. Dus het werkt een beetje twee personen, een beetje Ice Climbers achter. Hij is nou volledig op eigen kracht, is hij er Charizard. Ja, zonder Pokémon trainer, zonder beneden B die dus ja, wegvalt als... Ja, zonder Squirtle en Ivysaur dit keer, gewoon puur Charizard. Ja, die is zeker geconfirmed. En als Final Smash heeft Charizard mega evolutie waarin hij verandert in Charizard X. Waarom niet I? Ik heb geen idee eigenlijk. Eén vraag maar. Ga maar verder. Want jouw favoriete staat er nou bij. Want we hebben het toch over de topic Pokémon, dus... En voor mij een hele leuke nieuwe fighter, Greninja van Pokémon X en Y. Wie? Greninja. Ik ben niet bekend met de zesde generatie nogmaals. Ik heb nou net Pokémon... Final Evolution van Pokémon van Froakie. Oké. Wat is het? Froakie heeft evolueerd en Froakie heeft evolueerd en Greninja. Greninja! En Greninja zal onder andere zijn signature move gebruiken, Water Shuriken. En hij zal ook Substitute gebruiken. En hoe je dat precies kan activeren, Substitute, om een aanval te blokkeren, is nog niet helemaal 100% zeker. Ik denk dat het zo is als beneden B is, aangezien dat heel veel karakters dat hebben. Maar dat is maar weer een gok zoals wij dat altijd hebben. Verder is bekend, Villager! Ik weet niet, maar Villager die ziet er... Nou, het leuke aan Villager is, hij kan elke aanval wat op je afkomt, kan hij blokkeren en hij kan in zijn eigen zak stoppen. Oftewel, de vuurbal van Mario stopt hij in zijn eigen zak. Sens, dat was mee, maar ja, het kan. Ja, ik bedoel, maar komt er een vuurbal op je afstoppen, die zak.
Ja, en wanneer je er zin in hebt, toch haal het eruit en gooi het terug. Ja, ik ben toch wel benieuwd. Maar net zoals ik hoop dat ik goed zeg, Little Mac heet hij toch? Hè? Ja, Little Mac. Little Mac, daar was ook een hele hoge discussie over. Is geconfirmed, maar is zijn metertje niet een beetje overpowered? Nou, is geconfirmed dat Little Mac inderdaad super gevaarlijk is op de grond. Op het moment dat hij in de lucht zit, niet goed. En hij heeft ook een hele slechte recovery move. Dus hij heeft zijn zwakheden, hij heeft zijn sterkheden. Dus hij is toch wel gebalanceerd. Nou, voor de rest heb je ook nog Wii Fit trainers. Oh mijn god, we zitten hier. Mannelijk en vrouwelijk hebben ze natuurlijk gevoeld. In het begin dacht ik zelf persoonlijk dat vrouwelijk alleen maar erin zat. En dat ze, ik had wel mannelijk gezien bij sommige dingen. Maar ik dacht dat het echt een pure joke was. Ik dacht van, waarom zou je dat eens gaan doen? Maar het blijkt nog dus dat het mannelijk en vrouwelijk is. Ik denk gewoon dat je zo'n hekel aan die trainers hebt gekregen als je Wii Fit hebt. Dat je nou eigenlijk ze helemaal in het lablazers kunt slaan. Dat niet. Dat is een goede reden. Ik denk dat dat gewoon de enige reden is waarom dat ze erin zijn, want de moves. Nou. Ik vond de moveset vond ik zelfs nog waardeloos uitzien. Dus ik denk dat ze echt puur gemaakt zijn van Wii Fit. Heb je het gespeeld? Heb je er zo'n hekel aan gekregen? Nou, hier is je kans bij Super Smash Bros. Wii U. Dat je eindelijk de Wii Fit trainer helemaal. Ik had het eventjes over mijn versie, ja. Dat je er helemaal het laplazers in kan slaan. Maar goed, genoeg over de Wii Fit trainer. En dan komen we natuurlijk bij onze laatste bekende nieuwe fighter. En heel veel mensen die hebben al zo lang gezeurd, gesmeekt om deze vechter. Niemand anders dan onze blauwe robot, Mega Man van de oude Mega Man series. Mega Man die komt volledig equipped met de Mega Buster. Met aanvallen van andere robotbazen zoals de Leaf Shield hebben we gezien. We hebben de Metal Blade hebben we gezien. Hard Knuckle hebben we gezien. Rush die komt er zelfs in voor. En zijn Super Smash. Volgens mij zijn dat allerlei vormen van Mega Man. Zo van alle spellen die we hebben gezien. Ja. Maar wauw, die ziet er echt devastating uit. Dus zoals je eigenlijk lijkt een beetje zoals Triple Finish van Pokémon. Maar dit is Game Pit nieuws. Waarom gaan we niet heel eventjes over naar het weer? Hè? Ieder Game Pit nieuws heeft het weer. Het weer wordt nogal smashing vol met PK Starstorm! Die is nog niet eens bekend of die überhaupt gaat komen. Natuurlijk had hij het over NES. Er zijn heel veel karakters en er zijn heel veel vraagtekens bij de karakters waar we dus op zitten te wachten of ze nog gaan komen of dat er nog nieuws over komt. Noem het maar op. Zo heb je bijvoorbeeld NES. Komt die terug? Niemand die weet het. Ganondorf of een andere variatie van Ganondorf. Komt die terug? We weten het niet. Dus er zijn natuurlijk nog heel veel vragen en vraagtekens over de Smash. Eén ding is wel bekend wat iedereen natuurlijk heeft gevraagd. Wanneer is de release date? Nou, de release date is namelijk gesplit in twee delen, aangezien er ook twee delen zijn. De 3DS versie wordt gereleased in de zomer van 2014 en de Wii U versie gaat worden gereleased in de winter van 2014. Wat eigenlijk best wel logisch is, aangezien als je gaat kijken, 3DS, zomer, dan ga je graag naar buiten toe. Winter, koud, zit je liever binnen bij de verwarming, kun je op de Wii U spelen. En ik heb zelf ook nog een theorie erover. Aangezien dat de 3DS minder aan kan natuurlijk als de Wii U, aangezien dat het een handheld is, neem ik aan, dit is gewoon een persoonlijke mening die ik denk, een theorie die ik zelf verzonnen heb, denk ik dat de 3DS versie sneller klaar zou zijn als de Wii U versie, omdat bij de Wii U versie, wij weten nog niet zeg maar wat de counter is van de run gebeuren. Dus jij wil een potje gewoon brogen omdat we zo lang moeten wachten? Ja. Nou prima, it's on. Like Donkey Kong. Nou jongens, dit was onze Game Pit News Flash van Super Smash 3DS en Wii U. Het duurt nog eventjes, wees geduldig, ze zijn er hard mee bezig. En ik heb liever dat het spel goed komt of met heel veel fouten. Dus weet je wat, wij gaan gewoon lekker brawlen op het moment. En dank jullie natuurlijk voor het kijken. Heb je een opmerking of een vraag? Misschien dat we ze kunnen beantwoorden. Je kunt alles natuurlijk laten bij de reacties. Klik op dit logo hier om naar mijn kanaal te gaan van Zelda P20. En klik op dat logo hier om naar het kanaal van Game Pit te gaan. Waar binnenkort zeg maar het evenement Tomacon ook op zal gaan verschijnen. Dit videootje wordt zowel op beide kanalen neergezet. Dus klik je surf. Of je klikt gewoon op mijn gezicht op dit moment. Dat kan natuurlijk ook. Tijd om te brawlen. Ah! Nou maak ik je helemaal in. Heb jij die letters besteld? Ja, kostte 5,99. Inclusief komma's? Inderdaad. Ik vind wel dat jouw naam staat nogal raar. Dat had misschien iets hoger gemogen.